Laten we dan maar een strategisch bombarderen doen. Omdat het eigenlijk vrij interessant is. Ja, het klinkt idioot als ik het zo ga formuleren. Dat in de Oekraïne eigenlijk niet strategisch gebombardeerd wordt. Er wordt wel gebombardeerd. In het algemeen met drones. Maar het is onvergelijkbaar met het soort van strategisch bombarderen. Wat we in de Tweede Wereldoorlog hebben gedaan. Met name ook de diverse geallieerde landen hebben gedaan. Daarvoor moeten we eerst even constateren dat natuurlijk sowieso het optreden van de luchtmacht in militair opzicht een vrij recent fenomeen is. Want de eerste keer natuurlijk dat vliegtuigen een rol hebben gespeeld in de strijd was de Eerste Wereldoorlog. Want ja, het eerste vliegtuig vloog in 1903. Dus het is wel een wonder dat ze eigenlijk al in de Eerste Wereldoorlog een vrij actieve rol hebben gespeeld. Ook, gek genoeg, als jagers natuurlijk, als verkenners, want ja, je vliegt boven het strijdperk, maar ook als bommenwerpers. Ook in de Eerste Wereldoorlog is bijvoorbeeld Parijs gebombardeerd door de Duitsers. De Engelsen hebben gebombardeerd en de Duitsers hebben ook Londen gebombardeerd. Kortom, er is al gebombardeerd in de Eerste Wereldoorlog. Dat moet je wel in gedachten houden. Bovendien is het bij de lucht, bij het, zeg maar, het militaire in de lucht zo, daar heb je twee verschillende richtingen. Je hebt zeg maar tactische ondersteuning van de strijd op de grond. En je hebt strategisch bombarderen. He, tactisch en strategisch. Strategisch bombarderen heeft, zullen we het zo over hebben, heel andere doelstellingen dan tactische ondersteuning. Het is vaak een, ik zal maar zeggen, de Duitse Luftwaffe was voornamelijk gebouwd voor tactische ondersteuning en eventueel gevechten met de Engelse luchtmacht. Maar was niet gebouwd voor strategisch bombarderen. Hebben ze tenslotte wel even gedaan, maar dat heeft ook niet zo vreselijk veel effect gehad, hoe vreselijk het ook misschien voor de betrokkenen was.